Dat is hier Johan Misseel en Nico Matan die op het podium staan. Hoi, hoi. Goedemorgen, beste sportliefhebbers. We gaan ons even inspelen. Is dat goed voor jullie? Ja. Oh, hulp. Graag. Half negen. Half negen. En dat is... He said, you're gonna be special, yeah, you're gonna be fine. You can look as much, but if you're much as touch, you're gonna have yourself a case. I'm gonna break your face. Don't mess with my dude. Don't mess with my dude. You can have the other woman, so don't mess with my dude. Don't mess with my dude. So don't mess with my dude. What you was born in a basement, the doctor slapped her behind. He said you're gonna be special, yeah, you're gonna be fine. Now you can look as much, but if you're much as touch, you're gonna have yourself a gaze, I'm gonna break your face. Good morning, the people from Wales, I suppose, supporting Geraint Thomas. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2015 is gekend, daar staat het groepje rond Geraint Thomas. Juffrouw, juffrouw met de mooie blonde haren, waarom bent u al zo veel bezig met opzoeken? Wil u alles over mij weten? Dan kunnen we dat achteraf regelen. Wat u zeker wil weten is de naam van deze voortreffelijke band. Jongens, hoe heten jullie? Wij hebben dit jaar gekozen voor, beste Karel, beste Michel, voor onze voornamen, namelijk Christel, Kathleen en Josje. Oh nee! Wauw! Ik heette, nee, Christel, Karen en Josje. Ik heette vroeger Kathleen, maar ik ben van naam veranderd. Oei, oei. Dus, mijn naam is Josje, dat Josje. Is Christel en dat is Karel. Josje, wil jij nog eens door mijn handen gaan? Wat zeg je? Wil jij nog eens door mijn handen gaan? Door uw handen gaan? Ja. Vooral je het pand verlaat. Ik zal proberen, Michel. Wat was de naam weer vorig jaar? Vorig jaar waren wij... Wacht, ik heb het hier even opgeschreven. Ah ja, dat bij. Vorig jaar waren wij Rudy und die Altix. Ah ja, ja, ja. Het jaar daarvoor waren wij Jan de Smet met Urbi en Orbi, want toen was het ook Pasen. Ja. Het jaar daarvoor waren we Joke Schouwvliegen en de Geluidsnormen. Ja. Het jaar daarvoor, zeer speciaal, waren we het Van Geleuwe kwartet, maar de Roger kon niet komen. Ah, ja, ja, ja. En daarvoor waren we Nirvana, daarvoor waren we Chas Patat,
In 2008 de nieuwe regering, in 2007 Bidon Vide, in 2006 de Rode Lantaarn. En de eerste keer in 2005 waren wij Les Trois Dérailleurs. Zeg, Les Trois Dérailleurs 2005, wie won toen de ronde? Tom Boonen! Goed, Jan! De eerste van Tom Boonen. Ja, 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 goed van Kathleen. En in 2000, wie won er in 2000? In 2000, dat was het Schmiel, hè? Ja, het Schmiel. Ja, voilà. Okay. Dames en heren, je hebt ze al het podium zien opkruttelen. Ze waren met z'n tweeën en niet de minste. Ik denk dat de heel West-Vlaanderen op hun schouders rust. Hier zijn Johan Musseel en Nico Matan. En dit is Karel Bertelen. En Michel Wuits. Karel, vuur af. Ik vind dat jij moet beginnen met Nico Matan, want de datum van vandaag. Nico, leg het eens uit. De datum van vandaag. De datum van vandaag. Nico Matan. De vijfde, denk ik. De vijfde? De vijfde van de vierde maand, 2015. En als je al die cijfertjes optelt... Als je alles optelt, dan komt gaan 17 uit. Dus, voilà. 17 was mijn geluksnummer. Waarom was dat weer jouw geluksnummer? Ik ben geboren de 17e van de 7e maand 71, dus 17771. Ik woon Gent-Wevelgem ook op 6 april 2005. 6 plus 4 is 10. En dan 2005, 2 plus 5 is 7, dus is 17. En wie draagt er vandaag nummer 17? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Iemand van Quickstep, denk ik. Ja, we moeten eens gaan kijken. Karel gaat eens kijken. Hè. Nico? Je hebt de eer en het genoegen om een stukje van je naam te geven aan een stripverhaal. Hè? En hoe heet dat stripverhaal? De Zonnekoning, hè? Tico Natan. Dan ben je Tico Natan. Ja, een stripverhaal. De Ronde Koning, moet ik zeggen. Ik heb de Ronde Koning. En ik heb ook gehoord dat je jezelf je stem verleend hebt aan een commercial. Hè? Om dat boekje te lanceren. Ja, op Studio Brussel, denk ik, op M&M. Passeer ik bijna. Ja, op den duur was ik het zelf beu om mijn eigen te horen. En schuift dat goed? Wow, ja, dat valt mee, ja. Dat valt mee. Je bent precies een beetje vermagerd. Ja, ik stel altijd tijd met een buik aan het intrekken, dus... Maar nu ben ik altijd hetzelfde. 90 kilo. Leven is schoon, hè? Dat je het weet, ja. Zeg, hoe is het met je hart? Ja, mijn hart? Goed, dat klopt nog altijd. Dus, Heb je nog van die oversprongetjes? Het is al geregeld. Na 10 uur s'avonds misschien wel. Maar niet overdreven zeker? Nee, dat valt goed mee. Dat is goed, oké. Okay. Johan, nummer 17, Guillaume van Kersbroek. Kandidaat-winnaar vandaag? Nee. Het zou heel mooi zijn, hè. Maar ik tip eerder voor iemand anders binnen die ploeg. Maar lange ontsnapping vandaag is zeker mogelijk. Je ziet de vlaggen stilstaan en bij stil vlaggen weer, geen wind, is het altijd een hele gevaarlijke Ronde van Vlaanderen voor een lange ontsnapping. En als Guillaume daarin zit, dan heeft hij wel kans. Maar jouw favoriet is iemand anders? Ja, ik heb Stieber al heel lang voor de Ronde van Vlaanderen gezet, naar de Strada Bianchi. Maar uiteraard hoop ik dat er een Belg wint. En ik denk dat we met twee Belgen, Van Avermaet en vooral Van Marken, zeker een goede kans maken. Wat doe jij nog vandaag, buiten met die tandem weer van het podium rijden? We gaan eerst proberen heel veilig hiervan te rijden. Ik wil dat zien, ja. Want vroeger was dat makkelijk, maar dat was niet met een tandem. Nu gaat dat iets moeilijker met 150 kilo achter u. Daarnet was het 90. Zeg. Het was toch samen 150. We moeten het niet laten doen, hè. Nee, maar ja. Ik kan het beter niet zeggen. Zeg. Ga je riskeren hier afrijden? Ja, we gaan dat zeker doen. Ja, absoluut. Omdat, wat moet je de rest van de dag nog doen, als er hier niets gebeurt? Jawel, ik heb eigenlijk het grote voordeel dat Nico vandaag mijn piloot is. Ik ben zijn co-piloot. En hij heeft de weg uitgestippeld. En meestal stoppen we wel ergens... Eerste café. Langs een ludiek cafeetje. De trap. En waar is dat, Nico? Waar is dat? De eerste stop dat we doen is in Sint-Oswinkel. Je hebt daar niet gewoond? Dat heb ik gewoond, ja. Maar de eerste renner die dat passeert, krijgt zijn gewicht in bier. Dus, dat kun jij niet aan, hè. Hopelijk is het wel dat ik die eerst passeer, dus dat is wel veel kunt drinken dan vandaag. Zo. Zou het voor de stabiliteit van het geheel niet beter zijn dat jij vooraan zit?
Nee, maar Johan is de leeuw van Vlaanderen. Nee, die moet toch als eerste zijn. Ja, maar toch, je moet wel recht blijven. Hè? Maar dat gaat wel, moet je geen zorgen maken. Hebben jullie al geoefend? We hebben geprobeerd de Koppenberg op te rijden, maar dat ging ook niet. En aan wie lag dat? Wow, denk ik aan alle twee. Ik denk dat het vooral het gewicht van zachter was dat het lag. Als je 95 kilo hebt van mij en je hebt er al 90 van Johan, dat is al 185. Maar Johan weegt toch geen 90 kilo? Ja, zie, dat heb ik van de zijkant die trekt zijn buik. Maar ik heb vrijdag nog de Koppenberg opgereden met een groep mensen en dat was de eerste maal dat ik niet boven kwam. Hij lag vrij glad, maar vandaag is het droog, dus zal het wel goed lukken voor de renners. Wie is jouw favoriet? De West-Vlaming, denk ik, is het Van Marken. Ja, Van Marken! Zeker dat hij een West-Vlaming is? Natuurlijk. Ja. Michel is geboren in Waregem, maar wordt in Petegem, waar ligt dat? Is geboren in Kortrijk. Oei. En al die geboren is in Kortrijk, is super! Het zat er nog één. Ja, en weet je wat ze dan doen van grote miserie? Uitwijken naar Scherpenheuvel. Ja, maar ja. Dat is omdat jij daar woont. Amai. Ik wilde dicht bij jou zijn. Dus, Van Marken. Ik denk het wel, ja. Ik heb wel helemaal kapot gereden in Gent-Wevelgem, hè. Maar dat mag je altijd doen, hè. Dat moet je doen feitelijk een week voor de belangrijke wedstrijd. Moet je een keer volledig uit de naak rijden. En denk wel, dat is mijn favoriet, ja, Seth Van Marken. Heb jij je ooit volledig uit de haak gereden? Gent-Wevelgem? Ja, dat gebeurde dus soms wel, hè. Gent-Wevelgem? Nee, totaal niet. Meestal was een Tour de France. Als je 3 weken al een stuk moet 5 uur op je fiets rijden, dan rijd je niet uit de naak. Vroeger, hè? Achtergronden van Vlaanderen. Als je goed bent, dan rijd je niet uit de naak. Dat was toch niet zo. Ik denk dat was bij Johan. Ik denk, Johan, jij wel supercompensatie gekend, hè? Ik heb mij ook veel uit de naak gereden, maar het is wel zo, bij kopmannen en bij grote kampioenen zie je dat minder. Maar die zien heel veel af, hè. Maar ik heb nu toch heel veel uit de naak zien rijden. Ah, nee. Gaan jullie proberen? Ik wil dat zien, hè. Gaan we dat doen voordat er hier serieus vol komt? Wat, hè? Die mannen laten eraf rijden? Absoluut. Als dat hier straks kapot is. Zeg, ik heb nog één vraag. Van wie heb je dat schoon kostuumpje gekregen? Van wie? Amai, dat duurt lang. Van Just Agency, van Proximus. En we hebben die jou gecontacteerd als uithangbord van Proximus, de Cycling Challenge. Ja, ze hebben hen gebeld, Michel. Ja, ze hebben mij gebeld. Zoals in de tijd van... Met een sms'ke. In de tijd zoals van Jeff, voor een kostuumje en een paar schoenen kun je een licentie krijgen. Het is al goed. Hoe zei ik niks? Allee, kom maar, jongens. Allee, toon een keer. Nog even de hellingsgraad bekijken. Dames en heren, onder jullie applaus, Museeuw en Matan. Oei. Oei. Ja, daar komen ze. Hoppa.